We are embarked on a long journey. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Britain is leaving the European Union. Just who the hell do you think you people are? Volgende boek? Ja, is goed. Doen we. Seth, bedankt. Ja. Eens even zien. Het gaat om... het staat op het scherm. Kijk aan. Klaar. Permafrost. Zal ik daar wat over vertellen? Ja, eerst? Graag. Ja, en graag, dan, graag, graag. En dan mogen jullie me daarna afmaken. Even kijken. Permafrost gaat over geopolitiek. En er staat op dat het deel 1 is van een trilogie. En dat wekt af en toe de misvatting dat het een trilogie over geopolitiek wordt. En dat, maar dat wordt het dus niet. Het is onderdeel van een filosofische trilogie waarvan alleen deel 1 over geopolitiek gaat. Permafrost. De bedoeling is van dat boek, van de hele trilogie, dat we eigenlijk de werkelijkheid gaan afpellen vanuit het hier en nu. Dus wij worden als politieke dieren, als politieke mensen gezien. Dus het politieke in onze tijd of in de moderniteit is een soort van eerste laag waar je aankomt als we iets over de moderne mens willen weten. Dus het politieke domein was eigenlijk de eerste laag die ik af wilde pellen om uiteindelijk dan daarna in deel 2 over de mens zelf te kunnen schrijven. Naar aanleiding van de vraag, wat is de mens eigenlijk? Hoe zit onze natuur in elkaar? En dan in deel 3 komen de metafysische vragen aan de orde die eigenlijk al eeuwenlang in de filosofie behandeld worden. En wat in deze tijd een vrij impopulair vakgebied is. Dus ik dacht van, we beginnen niet met het meest impopulaire deel van de filosofie, maar met cultuurfilosofie, met politieke filosofie. Dat even over de trilogie. Het boek Permafrost, en de titel is natuurlijk een analogie. De laatste maanden is Permafrost in het nieuws gekomen vanwege de dooi boven de Poolcirkel. Er vindt dooi plaats en dan komen er gaten vanuit in de grond. Dus er komen methaangassen die hopen zich op onder een bevroren oppervlak. En zodra dat oppervlak dooit, dan ontploft dat. En dan krijg je dus enorme kraters in de oppervlakte. En dat is eigenlijk het beeld wat ik wilde gebruiken. Dus voor mijn idee zitten we dus in een werkelijkheid. Een liberale werkelijkheid sinds, wat ik dan noem 1914, heb ik gezegd dat is wel echt het punt waarin het liberalisme doorbreekt als dominante ideologie in het Westen, als dominant model. En dat permafrost is, we hebben een soort wereld gecreëerd waarin, ogenschijnlijk hebben we vrijheden en allerlei rechten en we hebben de afgelopen decennia ons uitgeput om aan te tonen dat wij veel verder ontwikkeld zijn dan die donkere middeleeuwen en dan die vroegmoderne tijd en tijden waarin ziekte en pest nog voorkwamen. Maar mijn vraag was, ja, is dat wel zo? Hè? Zijn we echt verder gekomen? En ik heb dus een cultuurfilosofische analyse geschreven die eigenlijk laat zien dat we in zekere zin zeker niet verder zijn gekomen. En dat we terecht zijn gekomen in een samenleving die heel kil is. Waarin mensen ook niet meer in staat zijn om samen te leven. Maar dat is een soort van ieder voor zich leving geworden. In plaats van samenleving. Dat is het plaatje op de voorkant komt uit een film. Oblivion met Tom Cruise. En die ziet u ook in een van die kabinetjes liggen. Die mensen die worden in een hele grote computer uitgebroed als het ware. En dat zijn dan klonen natuurlijk. Er is een mannetje en een vrouwtje. En er zijn miljoenen Tom Cruises en ook miljoenen van zijn tegenspeelster. En die hebben allemaal hun eigen kokonnetje. Die worden gevoed vanuit het systeem. En ik vond dat een heel mooi beeld om te gebruiken op het omslag. Omdat dat voor mij betreft ook een beetje de situatie van vandaag
van vandaag is. We leven in een onmenselijke wereld waarin mensen niet meer fundamenteel met elkaar verbonden zijn, waarin de stabiliteit in de samenleving verdwijnt, waarin veel kinderen opgroeien in meerdere huizen bij samengestelde gezinnen. Verslavingen, roesvorming is aan de orde van de dag op een heel aantal vlakken. En natuurlijk is drank en porno zijn hele bekende dingen, maar er zijn veel, veel meer vormen van verslaving die echt desastreus kunnen zijn. Maar dan nog, wat heeft dat met geopolitiek te maken? De vraag is altijd, men denkt altijd, geopolitiek, dat is buitenlandpolitiek. Dus dat is van hoe wij omgaan met de buren of met een ander werelddeel of het Westen tegen de rest, dat is geopolitiek. En dat is ook deels zo. In het boek probeer ik dus, volgens mij ben ik de eerste die dat doet, maar ik durf het niet helemaal te zeggen, maar volgens mij ben ik de eerste wereldwijd die dat doet, een filosofisch concept van geopolitiek ontwikkelen. Het idee is, vroeger, de wereld van vroeger bestond eruit dat iedere gemeenschap was in feite nog autonoom. En je had wel weggetjes tussen dorpen. Je had wel steden met allerlei wijken, maar die wijken fungeerden veel autonomer als nu. De dorpjes fungeerden veel autonomer, voor zichzelf. En die waren dan verbonden met weggetjes die in het voorjaar en in de zomer wel begaanbaar waren, maar in de winter en de herfst zeker niet. Dat waren modderpaden of er lag ijs en dan had je misschien nog een bootje dat tussen dorpen vaarde. Maar dus elke gemeenschap was in feite op zichzelf aangewezen. En de verbindingen tussen die gemeenschappen die waren heel traag. Dus er waren eigenlijk allemaal belemmeringen. Er was een landschap met allemaal barrières. En dat gold dus ook voor de staat. Er was wel sprake van een staat en van een nazistaat. Maar de mate van invloed van de nazistaat op die burgers die allemaal heel autonoom leefden, was ten opzichte van nu echt heel klein. Er waren allerlei belemmeringen. Dus een gemeenschap zorgde voor zichzelf, had natuurlijk allerlei rechten, maar een staat kon niet zomaar ingrijpen in zo'n gemeenschapsleven. En als ze dat deden, dan was dat bij wijze van uitzondering. Dus er was niet een soort absoluut staatsbegrip zoals we dat nu hebben. Van ja, de staat bewaakt alles. Hè, alle voorwaarden voor het leven, alle rechten, alle plichten. Alles wordt geformuleerd door de staat, uitgevoerd door de staat. Wanneer ze dat niet doen, spreken we de staat erop aan, omdat we dan vinden dat we onze rechten niet, dat we aangetast worden in onze rechten. Maar dat was toen niet. Dus er was een soort van het landschap van de menselijke, van de menselijke natuur, dat had allerlei barrières, zowel onderling als verticaal, tussen staat of rijk en de burgers. Nou, dat landschap is dus veranderd. Dat is dus, in de 19e eeuw was dat nog zo, maar in de 20e eeuw is dat helemaal veranderd. Dus er is een, de individuen, zoals dat dan genoemd wordt, zijn helemaal bevrijd uit hun natuurlijke banden. De vrouw werd bevrijd uit het huwelijk, de kinderen van de ouders. Er was emancipatie op allerhande vlak. In feite zijn mensen dus eigenlijk losgemaakt van elkaar. De gemeenschappen zijn doorbroken. Kinderen hoeven niet meer voor hun ouders te zorgen als ze ouder worden. Als je naar de moderne wijken kijkt, dan leven alle gezinnetjes keurig naast elkaar. Maar vroeger was dat, dan had je nog een oude oma die in de voorkamer woonde. En had je kinderen die weer kinderen hadden. Dus dan had je 3 generaties in een huis op zijn minst. Soms 4 als je een hele oude opa had. Dan had je soms 4 generaties in een huis. En dat zie je al terug in de stedenbouw, dat niet meer mogelijk is. En dat dat allemaal veranderd is. Dus we leven dus in een soort van hele gladde oppervlakte, waarin we alle belemmeringen tussen elkaar zijn weggenomen. Dus de gemeenschappen, we hebben allemaal auto's en er zijn straten en wegen die ons met elkaar verbinden, maar er is ook internet. En er is cameratoezicht, als cameratoezicht er niet is, dan zijn er wel satellieten en we worden allemaal getrackt met onze mobiele telefoons. Dus we zijn helemaal transparant voor de staat. Ook al zien wij de staat niet, de staat ziet ons wel. Dus het is een soort van spiegelfaçade die ertussen zit. En wij bewegen ons geliberaliseerd, dus wij zijn bevrijd van elkaar.
En dat is dus een soort van gladde oppervlakte die er is ontstaan in tegenstelling tot de 19e eeuw waar al die barrières zaten. Nou ja, goed. Dus de staat of de oligarchie, zoals ik dat in het boek noem, die heeft in feite dus haar macht geïntensiveerd, haar grip op ons is geïntensiveerd. En daar gaan ze ook nog steeds mee door. Dat houdt niet op. En wij worden in feite gebruikt. Dus waar wij vroeger gewoon voor onszelf leefden en voor ons eigen leven, voor onze nabestaanden, voor onze kinderen en gewoon in feite datgene doorgeven wat wij van onze ouders kregen, dat gaven wij ook weer aan onze kinderen door. Wij beheerden eigenlijk het land en we moesten het goed doorgeven. Maar nu is dat dus in feite omgedraaid. Wij worden in feite niet meer gebruikt voor onszelf. Ja, wij gebruiken ons niet meer voor onszelf, maar wij worden gebruikt. Dus onze emoties worden benut, worden gestuurd vanuit social media, maar de MH17 die stortte neer en de volgende ochtend had Poetin het al gedaan, of misschien wel een uur later al. En onze emoties werden helemaal gekanaliseerd richting Rusland, dat moest het doel worden. En zo zie je dat dus zo'n oppervlakte met maar één macht, hè, dus een oligarchie die in feite die macht steeds verder centraliseert, haar ook geen referentiepunten meer kent buiten zichzelf. Dus alles wordt steeds verder gecentraliseerd ten behoeve van de macht van zo'n oligarchie. Dus het is gewoon die zit in een zelfversterkend proces. Ja, ik heb er ook over geschreven in een boekje. Kijk. Hè? Wat Zwitser ons bovenal wil laten zien. Maar je schrijft over mij. Ja, wat Zwitser ons bovenal wil laten zien, is dat de globalisering een grenzeloos tijdperk doet ontstaan. En daarbij wordt de burgermaatschappij als tussenschot uitgevaagd om de massa voor geopolitiek nut zo beter te kunnen aansturen. Ja. Het Europa waarin hij liever had geleefd, dit druipt van iedere pagina in permafrost, is een meer aristocratisch Europa, waar gezin en ambacht de centrale scharnierpunten zijn van het gemeenschapsleven. Traditionele waarden als geborgenheid, dienstbaarheid, weerbaarheid en overzichtelijkheid staan bij hem hoger in het vaandel dan de wortelloze plooibaarheid van wat hij noemt het geopolitieke tijdgewricht. Zie ter illustratie het volgende citaat. De vroege 19e eeuw zag er in maatschappelijk opzicht nog uit als een landschap met barrières, lokale grenzen en leefplekken die ervoor zorgden dat de concrete leefomgeving van vrijwel iedereen begrensd werd door de zichtbare horizon. Vrijwel alle leefactoren bevonden zich binnen dat gebied. Bruggen, overvaarten, pontjes over rivieren en wegen door moerassen vormden de trechters waarin leefwerelden een dun, langzaam en tegelijkertijd noodzakelijk contact met elkaar konden onderhouden, maar in principe allemaal autonoom fungeerden. Ik heb het uiteindelijk denk ik beter opgeschreven dan dat ik het verwoorden kan. Ik ben niet zo'n echte kletser, zeg maar. Dus het belangrijkste punt van dat boek is dat het voortdurend spiegelt dat de politiek naar ons toe, dus vanuit de oligarchie. Het beleid waarmee wij worden benaderd vanuit die politieke oligarchie is exact hetzelfde als die ze naar buiten toe, dus buiten de grenzen van het Westen richten. Dus en je ziet, als je goed oplet in de media, dan zie je dat een soort van oorlogshouding is. Men spreekt voortdurend over oorlog, economische oorlog naar China, militaire dreiging naar Rusland. De allerlei kleine landen die tussen hen en ons in liggen, die worden voortdurend belaagd van ze moeten of voor Rusland en China kiezen of voor ons. En als ze dat niet doen, dan krijgen ze allerlei sancties. Dat soort dingen lezen we dan wat minder in onze kranten, maar dat gebeurt echt. Die landen die staan onder voortdurende druk om ofwel bij het een of het andere kamp te horen. En er is dus een soort van blijvende pressie naar buiten toe. En wat ik in het boek doe is proberen te laten zien dat die pressie naar buiten toe dus hetzelfde is als de pressie waarmee wij te maken krijgen en waarmee onze leefwereld, ons milieu, onze habitat eigenlijk de afgelopen eeuw veranderd is. Dat is eigenlijk in het kort wat het boek doet. Dus er staan
passages in over hoe onze steden veranderd zijn, onze woonomgeving, maar ook, ik probeer dus ook helemaal te schetsen hoe de krijgshouding naar Rusland en China wordt ingekleurd. Ja, oké. Dank. Misschien is het ook wel aardig ik heb het gelezen, om ook iets te zeggen over jouw stijl, waar je misschien zelf niet eens van bewust bent. Maar ik vond het heel mooi geschreven, boek. Het is echt heel mooi geschreven. En een van de sterke kanten ook van jouw werk is ook, vind ik, je neemt er echt de tijd voor en je krijgt een heel... eigenlijk een heel ontwikkelingsperspectief te zien van ongeveer de 11e eeuw tot nu aan toe. Ja, in de proloog van de trilogie. De proloog. Dit is de proloog die eigenlijk dus voor deel 1 heerlijke gaat. Platte wereld. Ja, dat is wat ik daar erg mooi aan vind ook, dat is dat je... je gaat een interpretatie geven van die geschiedenis... Jouw interpretatie van die geschiedenis. En wat ook heel mooi is, je doet het ook aan de hand van mooie case studies. He, een van de mooiste dingen vond ik nog wel, wat je dus in Heerlijke Platte Wereld schrijft, helemaal aan het eind van het boek over herstructurering van Parijs. He, wat is het, Baron Haussmann? Hoe die dan dus in feite die hele middeleeuwse structuur van die kleine, al die straatjes en zo, wat je bij Victor Hugo nog allemaal... beschreven krijgt in de Notre-Dame de Paris. Hè? En dat wordt allemaal neergemaaid en het moet allemaal strakke straten worden, zodat het allemaal overzichtelijk wordt. En dan, Tom slaagt er ook heel goed in om dan ook bij de lezer een beeld op te roepen van, oh, dat is wel een soort van infernaal proces wat er over ons komt. Hè? En dat wil hij natuurlijk ook en dat slaagt hij ook heel goed op. Dus ik vond het heel, mooi om te lezen. Komen we toch een beetje terug op die social engineering. Hè? Dan hadden we social engineering door allerlei cultuurbronnen te deconstrueren. Hè? Dus zeggen klassentegenstellingen, rassentegenstellingen. Nou, maar ook via social engineering door stedenbouw. Ja, zeker. Kunnen toch weer terugkomen. Zeker. Tuurlijk. En nu komt dan even een tournure. Waarin ik er iets anders in sta, geloof ik. Maar daarom is het ook zo interessant voor mij om het te lezen. Dat is. Het is een kritiek op de moderniteit. Ja. Zou je kunnen zeggen. Nou ja, op het liberalisme. Hè, dus die proloog. In die proloog schets ik veel modelmatiger de ontwikkeling van de moderniteit. Hè, dus, maar ik denk wel dat die. Voor de 19e eeuw dat die moderniteit veel minder omvattend was dan nu. Zeker, hè? Dus dat die, wat ik dan noem die liberale geest, weliswaar aanwezig was en zich ook ontwikkelde, maar veel minder dan nu. En dat het sinds 1914 echt de absoluut dominante ideologie is in het Westen en nog steeds. We hebben het gehad over cultuurmarxisme en dergelijke net. Maar ik denk dus dat eind 18e eeuw zie je dus de liberale ideologie echt stollen. Hè, dan krijg je liberalisme, het economisch liberalisme ontstaat met de fysiocraten. Maar tegelijkertijd dat het echt stolt en dus gestalte krijgt, zie je dus dat het anarchisme ontstaat, het conservatisme, het socialisme, het communisme, allerlei ideologieën die zich keren tegen het liberalisme. En die bestonden niet voor die tijd, die ontstaan dus tegelijkertijd. Dus het liberalisme zie ik dus als een soort ideologie die haar eigen contra-ideologieën oproept, maar die ook allemaal binnen hetzelfde spectrum opereren, want ze gaan... Behalve anarchisme, dan gaan ze allemaal uit van een sterke staat. Die moeten dan komen, dat was er niet. Dat was ook niet in het christelijk Europa. Dat is echt een seculier, liberaal begrip. En zo zijn er nog een aantal punten waarin ze met elkaar overeenkomen. Maar ze maken elkaar allemaal het leven zuur. En ze domineren eigenlijk ook het publieke debat. Ze domineren... de instellingen. En uiteindelijk zien we dan nog steeds, weer in andere vormen, zien we nog steeds die strijd tussen een aantal liberale stromingen. En dat definiëren we nu dan. Er is dus een elite, een oligarchische elite, die politiek correct is. En die eisen dat ook van de media. Dus we zitten in een politiek
correct klimaat. En er komt dan een tegenstroom in. En die gaat tegen dat politiek correcte denken in. En dat is deels heel sympathiek. Dus daar ga ik ook wel van harte in mee. Maar ik zie nog steeds dus dat liberalisme in feite het discours bepaalt. En in feite het klimaat bepaalt en aangeeft waar de punten, de debatpunten mogen plaatsvinden. Tom, dit is geniaal. Dit is geniaal. En dit is geniaal omdat het ook perfect weer aansluit bij mijn eigen theorieën. Dus we hebben inderdaad. Alleen daarom, hè? Ja. Nee, omdat het perfect opmaat of is. Want we hebben dus wat jij noemt nou een soort liberale hegemonie. Hè? Daar heb je het er steeds over dat de hele 20e eeuw volgens jou in het teken stond van de verkrijging van een soort liberale hegemonie over het Westen. Maar wat het ingebed daarin is het cultuurmarxisme heeft identiteitspolitiek als een geest uit de fles gelaten. En die identiteitspolitiek die gaat in mijn analyse een postliberaal tijdvak inluiden. En dat zien we al in Wellebeck, dat zien we al in Submission, dat hij er al de voorspiegelingen al van schetst. Dat die identiteitspolitiek een postliberaal tijdvak gaat inluiden, waarin dus gewoon weer stammenconflicten en dergelijke, die begrensd werden door die nazistaten. Dus die afgegrensde gemeenschappen die jij noemt, die waren dus nodig om etnische conflicten te beslechten, maar ook conflicten tussen religies, hè, wiens gebied, diens gebed en dergelijke. Ja, als je die allemaal gaat deconstrueren, hè, dus die de globalisering, dan creëer je dus die identiteitspolitiek. Dat is dan je laatste houvast en dat gaat dan weer een postliberaal tijdvak inluiden. In die zin dat mensen weer gaan samenklitten in allerlei clans en dat het individu niet meer in zijn eentje bepalend zal zijn. Oké, okay, maar nu ga ik me even kritisch ten opzichte van jullie beiden opstellen. Ja, anders wordt het al te klef, heren. Maar ik ga dat niet doen nadat ik eerst nog even wat jullie heb laten genieten van het mooie proza van Tom Switzer. Want ik vind dat hij heel mooi schrijft. Hij heeft het dus over emancipatieprojecten. Dat staat bij Tom overigens tussen aanhalingstekens. Dus dat is al een beetje dat je denkt als lezer, daar is hij niet helemaal tevreden mee. En dan ga ik hem weer citeren, Tom. Aanhalingstekens openen. Zo moest hij eens, heeft hij het over de burger, tot verlicht burger worden opgevoed en kreeg hij de burgerrechtenbeweging over zich heen. En als hij daar niet snel genoeg vorderingen in boekte, dan werd dat, dan was men ontevreden over die burger. En daarna moesten die kinderen van die burger moesten emanciperen. Iedereen kreeg rechten en moest worden geëmancipeerd. Kijk, daarin voel je natuurlijk al een beetje de kritiek van Tom. Het is een beetje ironisch, misschien licht sarcastisch beschreven. Ik ga nog verder. Ik ga nog ik geef weer een stukje citaat. Want ik vind het ook leuk dat we een beetje iets meekrijgen van de stijl van de schrijver. Ik ga nu ik zal zo meteen ook nog iets voorlezen. Want ik is wel, goed. Ja, prima. Ja? De vraag mag gesteld worden, hè, Switzer. Wat er mis is met de mens, dat hij nu al bijna 3 eeuwen achter een emancipatiewetgeving over zich heen krijgt uitgestort. En nog steeds roept men om meer. Waarom moest de burger van zichzelf en alle anderen bevrijd worden? Is hij daardoor blijer en gelukkiger geworden? Hoe meer men het zelf kon emanciperen, hoe meer dat zelf oploste in een impulsieve substantie die niet heel gelukkig is met hoe het zichzelf iedere ochtend aantreft. Nou, prachtig beschreven. Heel mooi, vond ik. Maar nu komt even de modernist in mij, hè? De liberaal en de modernist. Ja, dat is natuurlijk wel waar. Er zitten misschien ook schaduwkanten aan het hele moderniseringsproces. Maar er zitten ook goede kanten aan, dat één. En wat er aan het moderniseringsproces vooraf ging, dat wordt wel een beetje in rozige termen beschreven. He, dus het Parijs van voor Haussmann, dat was natuurlijk ook wel een enorme kledderboel daar in al die modderige straatjes daar. Er was rechtsongelijkheid, mensen kregen afschuwelijk wrede straffen opgelegd. Al die heersers die over ons gesteld waren, die
pure willekeur. Ik ben overigens laatst zelf door die hele serie, de mooie serie over Hendrik de Achtste, te bekijken. Toen kwam dat weer eens bij me. Kijk, ik ben ook geen fan van de vroegmoderne stad. Dat laat ik in die proloog ook wel merken. Waar het mij om te doen is, en ik haal dat in die proloog ook aan, is laten zien dat de middeleeuwse stad, dat mensen daar heel autonoom leefden. En ik haal een aantal case studies aan. Dus bijvoorbeeld Utrecht en Groningen. Daar heb ik dan echt hele dikke boekwerken van historici die er helemaal ingedoken zijn. En op basis van archieven, dus echt materiaal uit die tijd, reconstrueren hoe het leven in elkaar zat. Ja, en toen ik dat las, ben ik wel echt omgeturnd. Want ik was natuurlijk ook wel iemand die dacht van ja, de modder, de viezigheid, de pest, het ziekte. Je werd niet ouder dan 30 en de kindersterfte was hoog en de hygiëne en de poep. En dat loopt maar door de straat heen. Maar als je dus mensen gaat lezen die er werkelijk hun hele leven in zo'n archief hebben zitten lezen hoe de mensen toen leefden. En aan de hand van allerlei documenten dat gaan reconstrueren. Dan zie je dus dat de mensen wel degelijk heel betrokken met elkaar waren. Heel veel samen met elkaar deden. Dus ook, en beroemd zijn natuurlijk wel de middeleeuwse feesten. Dus de feestdagen in de middeleeuwen waren er heel veel. Twee keer in de week was een heilige die zo heilig was dat je absoluut niet mocht werken op die dag. Maar wel de hele dag mocht drinken en feest vieren. En de gemiddelde werkweek in de middeleeuwen was 35 uur. Dat is onderzocht door een professor in Wageningen, dus de Nederlandse Universiteit. Lucas. En dan nog de autonomie. Want Utrecht, bijvoorbeeld als middeleeuwse stad, bestond uit 40 buurten. En één buurt was een straat, dus een hoofdstraat met allemaal zijsteegjes. Nou ja, en dan woonden daar. In zo'n buurt woonden daar de pottenbakkers. Hè, en die hadden als organisatievorm een gilde. En dat was gelijk een politieke machtsfactor in de stad als geheel. Maar die buurt werd autonoom bestuurd. De vaders van al die gezinnen deden bij toerbeurt de orderdienst in zo'n buurtje. Er waren nog geen schouten of schepens benoemd die 's nachts vanuit het stadsbestuur of centraal geregeld die stad moesten bewaken. Zo'n buurt hield zelf de stadsmuur, was hun deel van de stadsmuur, hielden ze bij. Dat moest ook, want anders dan kwamen er sancties. En er was de gildes, dus al die buurten samen, vormden dan de gildes. Die vormden uiteindelijk het centrale stadsbestuur in zo'n stad. Nou, dan zie je aan het einde van de middeleeuwen, zie je de koopmansklasse en de bankiersklasse zie je opkomen. Die werken zich in het stadsbestuur, en die hebben natuurlijk het geld, dus uiteindelijk ook de grote macht. Die werken de gildes eruit. En die gildes die sudderen dan nog voor tot ongeveer 1800, Napoleontische tijd. Maar hun macht was toen al lang uitgespeeld. Dus het einde van de middeleeuwen is eigenlijk het einde van de middenklasse in de stad. En wat je dan ziet, dus dat de macht wordt gecentraliseerd in zo'n stad. Dan krijg je hele machtige burgemeestersfamilies in Groningen, Utrecht, in Amsterdam, overal. Het volk heeft steeds minder te zeggen. Je krijgt de koopmansklasse wordt dominant. En je krijgt een enorme proletarisering in de stad. Dus de onderklasse proletariseert. En die wordt in één keer heel groot. Dus Nederland werd in de ogen van Engelse en Italiaanse reizigers die hier kwamen in Nederland en Vlaanderen. Het viel hun op. De enorme hoeveelheid landlopers, de gore achterbuurten. Korenhert, boeventucht. Je hebt zoveel landlopers. Ja, en je ziet dat dus echt in die moderne stad, waar dus de machtscentralisatie opkomt en de proletarisering aan de onderkant. Dat zijn echt van die gelijktijdige processen. Professor Cliteur mij zeker voor romanticus uitmaken. dan kies ik voor de autonomie, voor zo'n buurt die zichzelf regelt, die de eigen orde handhaaft. Een stad die haar eigen munt slaat en waarin de middenklasse de macht in feite domineert. En waarin de arbeider meeet aan de tafel van de ambachtsman. Dat soort sociale verhoudingen. Die noem ik her en der wel natuurlijk in die boeken. Maar daar kies ik voor. Maar is het dan niet zo dat, je noemt Groot-Brittannië, dat het altijd veel geproletiseerder is geweest dan Nederland? Hè? Want Nederland natuurlijk pas heel laat aangehaakt bij de industriële revolutie. Was een beetje in de tijd van Colijn of zo, was het wat? We waren natuurlijk altijd een handelsnatie die nog heel lang konden nateren op onze handelssuccessen van de VOC-tijd.
Met ook inderdaad regenten. Hè? Dus niet zo'n adellijk systeem als in Brittannië. Hè? Maar dat we echt, dat middenklasse liep een beetje door elkaar heen. Hè? Mm-hmm. Ook met die waterschappen. Dat het gewone volk ook macht had. Dat ze feitelijk het land onder water konden zetten als ze dat wilden. Dus de adel kon ook niet zomaar alles opleggen. Want ze hadden die boeren nodig die vrijwillig die sloten gingen uitbaggeren. Die kennis en expertise hadden van het hele waterschapssysteem. Dat we het feodalisme nooit zo stringent gehad hebben. En dat die industriële revolutie pas vrij laat op gang is gekomen hier. En natuurlijk die paupers en die proletariërs werden natuurlijk gecreëerd ook door de enclosure movement. En door het industrialiseringen van de grote steden. Dat zien we allemaal in Groot-Brittannië. Dus vergeleken daarmee valt het nog wel reuze mee met de verpaupering van de Nederlandse middenonderklasse. Vlaanderen en Nederland waren de vroegst verstedelijkte gebieden van heel Europa. Dus ook ver voor Engeland. Het klopt dat in Engeland het platteland proletariseerde, maar de steden niet, omdat er was amper verstedelijking. En ook in Duitsland ook niet. En wat je in het beroemde voorbeeld van Thomas More, die schetst in zijn Utopia, hè, dus dat de schapen in feite het land kaal grazen op het Engelse platteland. En waardoor dus de common grounds verloren gaan. Hè, wat daarachter zit, dat is het idee. Vroeger had je dus gemeenschappelijke plekken. Elk dorp had plekken om de lakens te drogen. Om de vissersdorpen hadden plekken waar ze de netten lieten drogen en boeten. Er waren gemeenschappelijke plekken voor volkstuinen. En al die gemeenschappelijke plekken die in Engeland zijn dan ingenomen door de adel. Die lieten daar hun schapen grazen. Omdat de wol, die was... En dan maakten ze in Vlaanderen bij ons en hier en bij ons ook in Gouda en Leiden, maakten ze daar de schitterendste lakens van. En dat was dus het begin van de Engelse proletarisering. En waar het bij ons in de steden is begonnen, zie je het in Engeland inderdaad op het platteland ontstaan. Goed. Een nieuw thema uit je boek? Ja, is goed. Ja? Een van de dingen die ik ook erg interessant vond, dat is... Ik weet dat permafrost daar, dat heb je me verteld, dat gaat er overwegend niet over. Maar dat wordt wel aan de orde gesteld in Heerlijke Platte Wereld. Ja, wat ik maar even noem, de spanning tussen katholicisme en protestantisme. Of de spanning tussen het katholieke wereldbeeld en de reformatie. Waarbij die reformatie min of meer een opstapje is voor het liberalisme. Hè, en de secularisatie, als ik het goed zeg. Ja, ik denk het wel. Ja, ik zie protestantisme als een soort van... Ja, net als de islam overigens, als een soort proto-liberaal mechanisme. Ja, ja. Ik ga iets voorlezen wat je zegt over de reformatie. De gelovige staat ten diepste in direct individueel contact met God en heeft dus geen uitgebreide mediërende instituties meer nodig. Het individuele geweten wordt het hoogste gezag. En zoals heel vaak in jouw boek, je beschrijft dingen, maar in je beschrijving zit ook een oordeel waarvan je denkt, nou, dat vindt Tom niet zo mooi. Dus dit hè? Het is een soort van kritiek die al een beetje in de beschrijving doorklinkt. En dan geef je het voorbeeld van, en dan zeg je, nou, die reformatie heb je een pietistische variant in en een wetenschappelijke. En de pietistische die voer je terug op Luther en de wetenschappelijke op Descartes. Ik denk dat het allemaal heel goed ook is. Alleen, bij mij komt dan weer wel iets naar boven. En ik denk, ja, oké, ik ben atheïst, secularist, vrijzinnige, vrijdenker. Dus ik heb... nog iets met de reformatie, nog heel veel met het katholicisme. Alleen, ik denk wel van ja, dat was toch ook wel iets moois, dat dus die in die reformatie, die gelovigen, zelf beslissingen ging nemen, zelf de schrift ging lezen, op basis van eigen autonome overwegingen ging zijn posities ten opzichte van de werkelijkheid ging bepalen. Die mediërende institutie achtte hij niet meer nodig. Die mediërende instituties deden misschien wel een paar goede dingen, die lezen we bij jou, maar ook wel heel veel verkeerde dingen. Ze hadden ook wel heel veel verkeerde interpretaties van de werkelijkheid. Niet in de laatste instantie van de wetenschap. Het conflict tussen de katholieke kerk en de wetenschap, zo in de 16e, 17e, 18e tot ver in de 19e eeuw. Dat was er was ook wel reden om een zekere argwaan ten opzichte van die mediërende instanties te ontwikkelen. Tot aan de dag van vandaag.
zou ik zeggen. Moet dat niet een beetje positief beschreven worden? Ja, ik ben altijd positief ten opzichte van wetenschap. Maar dan moet het wel een open en eerlijk debat zijn. En vaak worden natuurlijk de dingen, het circus met Galilei en de kerk en de inquisitie worden allemaal aangehaald. Ja, er zijn in de 19e eeuw boeken over volgeschreven. We kunnen daarop doorgaan. Ik kan ook verwijzen naar een aantal boeken die wij binnenkort uitbrengen. Zoals een boek van de Amerikaanse libertariër en econoom Thomas Woods. Die een bestseller schreef over... die wij uitbrengen onder de titel De Bouwmeesters van Europa. Hoe dus de katholieke kerk in feite aan de basis stond van een aantal hele grote uitvindingen. En dan praat ik niet over een telescoopje of wat dan ook, maar gewoon een geestelijk klimaat neerzetten. Waarin zowel binnen de kerk als daarbuiten zoveel werd uitgevonden en wat zoveel opleverde. Ik sta niet negatief tegenover wetenschap. Het punt is wel... De wetenschap werd altijd ook heel belangrijk gevonden in de kerk. Dus dat is ook aangejaagd. Zoals ik noemde al vanmiddag de Universiteit van Salamanca. Die aan de top stond rond 1500 en 1600. En waar echt grote wetenschappers doseerden. Waar we nog steeds op leunen wat betreft het recht. Economie, vrije markt is daar uitgevonden. Dat er uiteindelijk twistgesprekken plaatsvinden tussen of de ene theorie, wetenschappelijke theorie, nou wel klopt of niet. Dat is natuurlijk eigen aan de natuurwetenschap en aan de exacte wetenschappen. Dus dat is überhaupt goed dat gebeurt. Maar gaf de kerk daar wel ruimte voor, is het punt. Dus ik snap ook wel, we zijn allemaal wetenschappers in een zekere zin. Ja. We schrijven boeken en zo, dus we staan allemaal... De kerk heeft geen enkel probleem gemaakt met Copernicus. En wat je bijvoorbeeld dus ziet bij een eeuw later met Galilei, dat Galilei, voor zover die Copernicus naspreekt, dat de kerk daar geen enkel probleem mee heeft. Maar Galilei ook een aantal stellingen verkondigt die ofwel theologisch zijn. Nou, de theologie is echt het domein van de kerk. Hè. Dus dat is geen natuurwetenschap. En daar werd Galilei inderdaad op aangevallen. En dat gold ook voor een aantal dingen waarmee Galilei zelf zich wetenschappelijk vergist heeft. In dat werk laat hij die Simplicio het woord doen. En die vraagt dan van, goh, maar vindt u dan dat die Copernicus bewezen heeft, Galileo? Nee, natuurlijk niet. Nee, ik wil alleen maar zeggen dat ik alle argumenten tegen Copernicus heb weerlegd. Maar is het zo niet... Zo verdedigt hij zichzelf in zijn werk. Ja, maar is het niet op zichzelf al helemaal verkeerd dat de kerk de ambitie heeft om over wetenschappelijke aangelegenheden een gezaghebbend standpunt te hebben? Is dat niet gewoon... Er was geen enkel klimaat, er was geen enkele instantie in de hele wereld en ook niet in de hele wereldgeschiedenis die zich bakermat van de wetenschap kan noemen. Dat is alleen maar de katholieke kerk geweest. Dus we moeten ons verplaatsen in een tijd waarin de wetenschap één, twee eeuwen daarvoor geboren is in de schoot van de kerk, om het maar eens even verheven uit te drukken. Maar zij zag zich dus ook als hoeder van die wetenschap. Dat sprak uiteraard uit alle ambities. Maar er was wel degelijk ook binnen de kerk dus een wetenschappelijk discours. En Galilei zit in die context. Bijvoorbeeld Copernicus was totaal geen enkel probleem. De stellingen die hij verkondigde ook niet. Sterker nog, het heliocentristisch wereldbeeld was in de hele middeleeuwen één van de mogelijke modellen van hoe ons heelal eruit heeft gezien. Want dat hadden de Grieken namelijk al uitgevonden. Dat één van de modellen van ons heelal zou mogelijk heliocentristisch zijn. Dat is het model van Aristarchos. Maar dat werd gewoon in de hele middeleeuwen gewoon beschouwd als één van de mogelijke modellen. Alleen het was nog nooit bewezen. En wat Copernicus deed, was een stapje richting de bewijsvoering gaan. En het was dus helemaal niet zo dat die tijd van de middeleeuwen, de overgang van de middeleeuwen naar de moderniteit, gekarakteriseerd werd tussen de overgang van dat wij als op een platte aarde zouden leven en dat wij als mensen in het middelpunt van het heelal zouden
bestaan. En versus het vernieuwende idee waar nog nooit iemand van gehoord had, dat namelijk dat de zon in het middelpunt van het heelal zou staan en wij slechts een plekje zouden innemen in een onmetelijk heelal. Dat was dus helemaal niet het strijdpunt, voor zover ik naar die middeleeuwen kijk. Het punt was, het was nog nooit bewezen. Dus voor de mensen die in de middeleeuwen leefden, was dat een vrij abstract idee. Van ja, nou ja, oké, de zon staat in het middelpunt, of de aarde staat in het middelpunt. Maar who cares? Ons leven draait om onszelf. En wat ik eigenlijk ook al beschreef over de 19e eeuw, gemeenschapsleven, dus buurtleven in steden, maar ook dorpen, plattelandsleven, draaide gewoon om het leven van die mensen zelf. Dus in zekere zin zag het leven er tot en met de 19e eeuw uit, alsof de mensen in het middelpunt van het heelal leefden. Dat was natuurlijk, wij in Nederland hadden misschien nog net een besef van Jeruzalem. Dat was de plek waar Jezus woonde. En van Italië, waar de paus woonde. Maar dat waren abstracties. De paus had niet zoveel grip op ons leven hier. Jeruzalem was überhaupt een abstractie. Hè? Dat was, als je de cartografie uit die tijd ziet, dan is dat een heel... ja, rudimentair ruimtebegrip wat daar uitspreekt. Dat was niet doorslaggevend voor het leven van alle dag. Oké, dat is helder. Hoe zie je dan Tom Bismarck en zijn cultuurcamp? In mijn boek Permafrost ga ik daarop in. Ja, de cultuurkamp van Bismarck. Dat is een soort... Het is wel een bekend gebeuren natuurlijk. Maar wat Bismarck wilde is van Pruisen de grote motor van de Duitse eenheid maken. En hij had een soort Pruisisch, half protestants, maar zeker ook seculier staatsbegrip. Dat op Duitsland als geheel geplakt moest worden. En die cultuurkamp, dat was dus bedoeld om met name te strijden tegen de katholieken in Duitsland. En met name de kloosters, dus de geestelijke. Die moesten het ontgelden, want ja, katholieken hebben natuurlijk een loyaliteit buiten de staatsgrenzen, namelijk de paus. He, die waren niet alleen loyaal aan de keizer en aan hun Duitse identiteit, maar die hadden ook nog een ander gezag wat ze ook erkenden, en dat was de paus. En in het ontstaan van de nazistaat zie je dat steeds weer. Ook in Nederland tijdens de reformatie en in de nadere reformatie, 18e eeuw, zie je steeds weer dat gehamer op katholieken, die hun loyaliteit zogenaamd niet aan het land zouden hebben, maar aan Rome. En, ja, dat was sentiment... Het was toch ook een beetje zo? Je zegt zogenaamd. Zuaven, hè, die gingen strijden voor de paus. Ja, maar je zegt zogenaamd. Het was toch ook zo? Want die beschrijving klopt niet wat je zegt. Nee, want het is dus niet zo dat wanneer de staat wanneer de paus in Rome zegt: Nederlanders, komt in opstand tegen uw wettelijk gezag, dat dan alle katholieken in Nederland het zwaard grijpen en in opstand komen. Misschien niet allemaal, maar het is in 1570 wel gebeurd met Elisabeth, koningin Elisabeth. Dus in 1570 vaardigde paus Pius V een bul uit dat Elisabeth, koningin van Engeland, die zat daar eigenlijk niet met zijn goedkeuring. En die riep de katholieken van Engeland op om zich te verzetten tegen Elisabeth. Nee, ik weet ook niet of de heerserij van Elisabeth nou echt exemplarisch... Of een voorbeeld, was sowieso ontzettend bloedig, onrechtvaardig. Ze moorden de halve adel uit. Ze ging tekeer tegen de bevolking. Ja, kijk, een onderdeel van de katholieke leer is hoe een land eruit hoort te zien. Wat een gezond koningschap is, dat zie je bij Thomas. En die baseert zich op Thomas van Aquino. Die baseert zich op Aristoteles. En op basis daarvan kan een paus inderdaad zeggen van dit is niet in overeenstemming met de christelijke leer, met hoe je een christelijk koningschap ziet. Ja. Het is niet zo dat de paus elke protestantse vorst heeft aangevallen. Een voorbeeld maakt nog geen constante. Bijvoorbeeld van Nederland, om de doorbraakgedachte. Ja. Maar de bisschop Becker sprak, en waren ook de kerk expliciet afraden mensen om lid van de PvdA te zijn. Hè? Ja, dat lijkt me nog steeds een goed advies. Dat was een heel goed advies. Maar toch wel een signaal van je zal misschien je afvragen, ja, waarom zit ik nou op een of andere hele raar voorbeeld, 1570 blijf ik hangen. Maar ik denk dus een beetje in
termen van de hedendaagse uitdagingen. Kijk, ik zie een soort van probleem in die dubbele loyaliteit van staatsburgers. Enerzijds, ze hebben een bepaalde loyaliteit aan de nazistaat. En aan het christendom. Maar wij zien dat dus... christenen dat niet als scheiding zien. Hè. Het is onderdeel van onze cultuur. En wij christenen proberen ons leven in overeenstemming te brengen met het christendom. En dat is het probleem. Er is geen overheid die ons dwingt tot iets. En wij zijn, ik praat maar even uit naam van de christenen, maar wij zijn ook niet een bevolkingsgroep er is natuurlijk een beschavingsideaal, dat is zo oud als de kerk. Maar dat is gegroeid. En dat was er dus niet. Kijk, ik wil even naar de hedendaagse tijd. Want dat is helemaal onduidelijk waarom ik een beetje op dit punt zit te wrikken. Die logica, vind ik het probleem met... Ja, je zou kunnen zeggen, een katholiek in de 16e eeuw en in de 17e eeuw... die leefde in een dubbele rechtsorde. Je had dus enerzijds had je de rechtsorde gewoon van de nationale staten. En anderzijds had je ook nog een andere rechtsorde, dat was het heilige recht. En de ultieme interpreet van het heilige recht is natuurlijk de paus in Rome. Althans, grofweg, dus mainstream. Waar worden we op het ogenblik mee geconfronteerd? Dus eigenlijk met deze mentaliteit, maar dan met de islam als godsdienst, of de radicale islam. Dat lijkt mij totaal niet. Nee, maar laat me even uitwerken. Ja, uitwerken, want het is echt interessant gewoon om even te kijken of het stand uit wat ik nu ga zeggen. Op het moment dus dat in 1570 die paus dus, paus Pius V constateert dat die koningin Elisabeth eigenlijk, ja, die doet allerlei dingen niet met zijn goedkeuring, dan vaardigt hij daar een soort van banvloek over uit. En die katholieken die komen weer in opstand. En die proberen... Dat deed hij ook al in de katholieke middeleeuwen tegen bepaalde vorsten. Zeker. Ik geef één voorbeeld nu even om de gedachte te bepalen. Waar we nou een beetje mee te maken hebben met de radicale islam, dat is met hetzelfde fenomeen, alleen dan gaat het om al-Baghdadi en Osama bin Laden. En dan gaat het om dat soort leiders van de radicale islam. En die zeggen dus tegen een bepaald gedeelte van de Europese staatsburgers: luister eens, jullie primaire loyaliteit is moslim zijn. En wat dat moslim zijn inhoudt, dat interpreteer ik. Al-Baghdadi of Osama bin Laden of wie dan ook. En op het moment dat er van jullie dingen wordt gevraagd door de nationale wetgeving die in strijd is met de sharia, dan gaat de sharia gewoon voor en dan kun je die nationale wetgeving terzijde schuiven. Dat is wel een gevaarlijk idee. En nogmaals, ik snap ook wel dat dat nu niet meer dominant is. Maar alles heeft een gevaarlijke zijde. Kijk, als wij zeggen van de democratie is het absolute hoogste goed. Er is geen enkele autoriteit die wat dan ook mag oproepen binnen of buiten de natiestaat. Dan krijgen we ook vanmiddag een referendum met de vraag erin. Jongens, gaan we alle moslims uit Europa gooien? Jongens, gaan we alle priesters afschaffen? En de burger mag ook steeds maar zijn keuze maken. En telkens is het 50% plus 1 die bepaalt wat de volgende dag aan de orde van de dag is. Ja, kijk, alles heeft een gevaar in zich. Dus dat is het punt ook niet. Is het ene gevaar even reëel als het andere gevaar? Dat ook, dat is ook nog een kwestie. Kijk, het punt is dat we inderdaad met de islam met een wezensvreemd element in Europa zitten, waarin inderdaad de bron buiten Europa ligt. En het punt is dat we dat met het christendom niet hebben en dat het christendom altijd in Europa heeft gezeten en verantwoordelijk is voor alles waar we nu in zitten. Maar nu kan ik zo christenvervolgingen in het Midden-Oosten begrijpen, want dan ga je zeggen, ja, maar jij bent verantwoordelijk voor een paus in een ander land en de bron van jouw religie ligt buiten ons land, dus we kunnen jou niet vertrouwen. Dus jouw argument, daar kan ik helemaal in mee, alleen dan kan ik ook in één keer christenvervolgingen in het Midden-Oosten mee begrijpen. Nou, wat wil je vragen? Het gaat er niet om of je het kunt begrijpen, maar of je daar iets op, of je het kunt goedkeuren. We hadden natuurlijk in de middeleeuwen en in de vroegmoderne tijd het idee van volkssoevereiniteit wat bestond. En de basis was natuurlijk dat het volk, dat niet zomaar geknecht kon worden door een vorst, van wie dan ook. Natuurrecht. Natuurrecht. En dat het wanneer een volk dus enorm onder de knoet zat, dat het zich mocht bevrijden. En dat de kern van dit idee is dus volkssoevereiniteit. En dat dus
Het volk is een soort entiteit die altijd een geheel vormt. En die opkomt voor de uitoefening van de rechten. Die de staat ook in feite aanstelt om die rechten te garanderen. Dus de staat krijgt een mandaat van dat volk om die rechten gestalte te geven. Ja, ik zie dus helemaal niet in wat het probleem is wanneer je vanuit die middeleeuwse visie van de twee zwaarden leer. De ontwikkeling van de Europese rijken in de middeleeuwen. En de rol van zowel de geestelijke macht, de paus, als de politieke macht, de keizers en koningen. Wanneer je dus dan uiteindelijk ook bepaalde ontwikkelingen in de vroegmoderne tijd kan uitleggen, waaronder Elisabeth. Ja, dat het christendom altijd een hele sterke maatschappijvisie heeft gehad. En een idee had van hoe zowel het politieke, het sociale als het huiselijke domein ingevuld, idealiter ingevuld konden worden. En een begrip hadden van de menselijke natuur, hoe dat functioneert. En wanneer iemand echt als mens tot zijn recht komt, ja, daar heeft het christendom altijd een visie op gehad. Deels ontleend aan de antieke beschaving, maar deels ook zelf doorontwikkeld. En ja, die heeft ze altijd uitgedragen. En dat lijkt mij geen enkel probleem. Sterker nog, wanneer wij in een soort een democratisch vacuüm. Kijk, als we zeggen van nou, Vlaanderen of België, dat wordt een absolute grens omheen gelegd. En de enige stem die telt binnen die grens is die van het volk zelf. Dus we gaan elke dag of elke week of hoe dan ook bepalen hoe het land eruit komt te zien. Ja, dat is een farce. En daarom hebben we dus in Europa allerlei instanties en instituties van het recht, noem maar op, maar zeker ook een geestelijke... Alleen nu waren we net tot de conclusie gekomen dat al die instituties, al die bufferende tussenschakels, zijn ingenomen door één welbepaalde ideologie vanuit lange mars door de instituties. Ja. Dus wat hebben we er nog eigenlijk aan? Ja, wij zijn in een tijd gekomen waarin we in een soort van nihilistisch vacuüm, wat mij betreft, zijn terechtgekomen, waarin niets meer is wat het in oorsprong was. En dan heb ik het zelfs ook over de kerk en de huidige paus. Niets is nog wat het altijd is geweest. Alles is een soort van, hoe noem je dat, een karikatuur van zichzelf aan het worden. Ja, en absurd is het nieuwe normale. Ja. Heren, voordat jullie je nu gaat overtreffen in een pessimistische ondergangsfilosofie, wat moet er gebeuren? Is dat niet leuk om daar nog even wat aandacht aan te geven? We moeten een band gaan vormen. We moeten... dat we toch kijken. Wat moet er gaan we onze boeken op muziek zetten. Ja. Waar moeten we op inzetten? In mijn boek Permafrost... bepleit is dus het herstel van de middenklasse. En wat je voortdurend ziet vanaf het eind van de middeleeuwen tot en met nu, is machtscentralisatie, strijd tegen de middenklasse, strijd tegen de gezin, tegen het huwelijk, tegen een notie van normaliteit die er altijd was. En dat wil dus niet zeggen dat er afwijkingen in die normaliteit, dat die er dan niet mogen zijn, dat is niet zo. Maar dat er in ieder geval een soort van beeld ontstaat van ja, maar dit is de norm of een normaliteit. En dat gaan we beschermen, of dat heeft voorrang. Want we hebben gewoon behoefte aan stabiele gezinnen. Dus ze vallen allemaal uit elkaar. Kinderen groeien op in samengestelde huizen, samengestelde gezinnen, in meerdere huizen. En het is gewoon bewezen dat heel destructief is voor de ontwikkeling van kinderen. We moeten het herstel van de middenklasse, dat is volgens mij een van de allerbelangrijkste dingen. Dus dat we in onze landen, België en Nederland, maar eigenlijk in heel Europa, de middenklasse, dat die weer dominant wordt. Dus dat we niet meer denken in multinationals, dat we niet meer denken in iedereen in loondienst, lekker pensioenopbouw, risicoloos, of lekker in de ambtenarij. Allemaal zonder, en dan ben je van de wieg tot het graf zeker van een baan, wat überhaupt nu al niet meer is de laatste 15 jaar, maar daarvoor was dat echt een beetje het idee wat post vatte. Maar de middenklasse, dat wil zeggen dus het midden- en kleinbedrijf, ondernemers met 1, 2 tot 10 werknemers, die dat zijn in heel Europa nog steeds economisch de meest productieve
bedrijfsvormen. Multinationals perverteren daarop. Die leveren ten opzichte van het MKB veel minder economische productiviteit af. Nou ja, en mijn argument is ook dat we behoefte hebben in onze samenlevingen aan sociale stabiliteit. Dus meer rust. Je moet niet telkens... We hebben dan 10 jaar geleden het verbod tegen of het verbod op de corrigerende tik gehad. Dus dat wil zeggen dat zodra een instantie het idee heeft dat meneer zijn zoontje wel eens een keer economische corrigerende tik geeft, dan komt gelijk de jeugdbescherming, haalt de kinderen uit huis, begint allerlei processen om de vader of soms vader en moeder uit de ouderlijke macht te ontzetten. Dat zijn pressiemiddelen, ja, die horen bij een totalitair regime. En dat zijn dingen die... Dus we moeten gewoon werken aan een samenleving waarin sociale stabiliteit voorstaat, waarin economische productiviteit wordt aangemoedigd, waarin de middenklasse, het gezinsleven versterkt wordt. En dat daarna, zeg maar daarbuiten, aan de rand, dat daar dingen gebeuren die heel anders zijn. Dat maakt dan helemaal niet uit. Wij leven al eeuwen in een hele libertijnse sfeer in feite. Maar ja, de kern moet gewoon vaststaan. Calvijn kan toch niet zeggen, Nederland heeft altijd in een puriteinse sfeer geleefd. In een libertijnse sfeer geleefd. Ik bedoel, neem al de... Nederland is de libertijnse sfeer heel oud. Nou... Mee eens in de zin van de regenten, maar wat we natuurlijk ook allemaal gehad hebben, is natuurlijk ook de hervormingen, de verzuilingen. Ja, maar ik noem een voorbeeld, maar de Spaanse pornografische of de Franse pornografische literatuur, die dus in de 18e eeuw Parijs echt heel erg wijd verspreid was, er werd allemaal gedrukt in Nederland. Want in Parijs mocht het niet. En bij ons wel. En wij hadden al die vrijdenkers uit Engeland en Frankrijk. Ja. Dus, maar wanneer je gaat zeggen van ja, maar alles is hetzelfde en alles mag en alles is vrijheid van meningsuiting en normen zijn er niet meer. Laat staan een soort van zin voor normaliteit. Omdat namelijk, als wij ons land willen voortzetten naar een volgende generatie en een generatie daarachter en het allemaal gezond willen houden, ja, dan zie ik dat in de huidige situatie niet goed gaan. Weet je, dus dan denk ik, we hebben gewoon, er moeten elementen aan toegevoegd worden aan onze samenleving, waardoor dat wel mogelijk is, kijk, we leven nu in een economische en sociale red race naar de bodem. Bezuinigingen, ontslagen, heel veel echtscheidingen, veel sociale problematiek. Als je op de psychiatrie in Nederland, hè, dus de afdelingen psychiatrie, dat is na de huisartsen, dus de huisdokters, is dat de grootste specialisatie. Dus dat wil zeggen dat heel veel mensen die er nooit over zal spreken, maar die toch allemaal naar een psychiater of psycholoog gaan. En met allerlei problemen die er daadwerkelijk zijn. Dus wij lijden echt aan heel veel stoornissen. Ja. Ons slaappillengebruik is absurd hoog. En dat geldt ook voor pijnstillers. Dat zijn allemaal indicaties dat het gewoon echt niet goed gaat. Ritalin en dergelijke. Ik zou ook zelf zeggen schizofreen. Hè? Dus je ziet wel dat Nederland economisch alweer een beetje opkrabbelt, dat het allemaal wel aardig gaat. Maar, hoewel we dus enerzijds nog zeer economisch competitief zijn, internationaal gezien, zie je ook heel veel gekke dingen. Hè? Mensen hebben studies gedaan, universitaire studies, werken volgens achter de kassa. Nee, dan vraag je, die persoon die heeft dan misschien kunstgeschiedenis gestudeerd of iets in die richting. Die zou eigenlijk liever bezig zijn met poëzie, literatuur, cultuur, kunst, alles in die richting. Maar die drukt in feite een mbo-baan eruit voor iemand die heel veel houvast en structuur en ritme en arbeidsdiscipline en eigenwaarde aan die baan zou kunnen ontleden. Je ziet dus, hbo'ers doen het werk van mbo'ers, universitair gestudeerde mensen doen het werk van hbo'ers. En in die zin is dat natuurlijk heel, heel, heel spijtig, dat juist die mensen die arbeid echt nodig hebben om een eigenwaarde aan te ontlenen, ja, en dat die er bekijkt van afkomen in veel gevallen. Om een voorbeeld te noemen, iemand die je kent in de Wajong, is ook een mooi voorbeeld. Die heeft dus zijn Wajong-uitkering gespaard door bij zijn ouders te wonen. Heeft dat hele Wajong-geld omgezet in zilver. En toen kwam de Brexit, toen is het zilver omhoog gegaan. Dus die is nou behoorlijk rijk van een Wajong-uitkering. En allemaal dat soort mutanten van het systeem zijn aan het ontstaan. En die kunnen het systeem omverwerpen dankzij VE-Land doen. Maar wat het punt hiermee
Wat ik wilde maken is dat de staat wil hem dus uit de waaijong hebben. Maar ja, goed. Nu heb je een stabiel inkomen van zijn waaijong-uitkering. Maar dan zou hij van flexbaantje in flexbaantje rollen. En daar totaal geen lange termijn perspectief op hebben. Hè? Dus waarom, hij zou wel gek zijn om die afhankelijkheid van de staat op te zeggen en de markt op te gaan. Hè? Dus in die zin, het systeem creëert allemaal schizofrene effecten. En het is maar de vraag wanneer die schizofrene effecten subversief genoeg worden om het systeem ook van binnenuit te torpederen. Ik vind het een ongelooflijk goede afsluiting in deze zin. Maar ik weet niet hoor, ik wil de boel niet... Lijkt me ook. Ja, dat is goed. Ja. Mooie ja, zin, zit. Hele mooie ik wou zin. Nog een citaat voorlezen, maar we hebben eigenlijk al veel betere dingen gezegd dan... Nee, dat is, lijkt me, lijkt me moeten we nog aan de aanwezigen vragen misschien nog om een vraag te stellen? We hebben nog een dikke half uur, dus er mag okay, zeker... Dus ik wil een half uur vullen. Ja. 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 Iemand? Ja, mevrouw. Niet terugkeren tot onze oude waarden. En er zijn geen waarden die meer, die worden niet meer geaccepteerd door de massa. En als we daar niet op terugkeren, dan zijn we op zee. Nou, ik ben al 80. Ik heb een heel leven achter mij. Ik denk, u gaat toch nog een beetje vrolijk maken aan het eind. Maar... Ja. Valse hoop kopen we helemaal niks. Kijk, ik ben geen 80, maar ik deel uw zorg zeker. Ja. Dank u wel, want ik kan niet langer blijven. Oké, ja, dank. Dank voor uw vraag, mevrouw. Ja. Ik had het gevoel dat het hele gesprek een misverstand is. Tom verdedigt terecht dat het wetenschappelijk denken aan de katholieke kathedraal is. Dat is het grote verschil met de madrassa's in de islam. Ghazali heeft in de 11e, 12e eeuw de ijtihad gesloten, geen interpretatie meer mogelijk, terwijl Thomas van Aquino ze opengetrokken heeft. Dat is een heel gevecht geweest. Vanaf Peter Abelardus tot Thomas van Aquino om te accepteren dat ze achter Aristoteles... Ja, voor de luisteraars, er is hier iemand die een vraag stelt over Al-Ghazali, Thomas van Aquino en wetenschappelijke vooruitgang. Ja, wat ik wil zeggen is het... Dus het is heel terecht dat in de schoot van de katholieke kerk het wetenschappelijk denken ontstaan is. Het is inderdaad ook zo, en ik val daar Tom ook nog eens mee, dat Galileo niet veroordeeld is... omdat hij het Copernicaanse systeem verdedigde, maar omdat hij zijn afspraak niet hield die hij gemaakt had met kardinaal Bellarminus. Bellarminus had met hem afgesproken dat hij zijn theorieën verder kon ontwikkelen op intellectueel niveau en bediscussiëren kon, maar dat hij niet de eenvoudigen, zoals de kerk dat noemt, moest in twijfel brengen met te gemakkelijk... te vulgariseren. En dan is een beroemd werk van Simplicius gekomen, waarin hij de paus heeft belachelijk gemaakt en zo. En het is daar dat hij opgepakt is. En dan komen we op communicatieve condities, want een drukpers maakt natuurlijk mogelijk om een theorie heel snel te verspreiden en om vertaling heel snel te verspreiden. Ja, dus, maar wacht even, ik zou even verder willen gaan. Ja, maar zou je zou verder willen gaan over het misverstand. Ik geef antwoord. En mijn antwoord is communicatieve condities. Ja, die maken het veel makkelijker om kennis over een veel groter publiek te verspreiden binnen een veel korter tijdsbestek. Daar ging mijn opmerking niet over. Mijn opmerking was dat er een misverstand was in het debat. Want wat er gebeurd is dan, en daar geef ik Tom ongelijk en daar geef ik Paul gelijk in en Sid ook. In de katholieke kerk is er vanaf ongeveer de 17e eeuw een regressie ingetreden. Een anti-wetenschappelijke tendens en het hoogtepunt daarvan was... Na Trent. Ja, ik kan daar, ongeveer, ja. Ja, ik kan daar inkomen. En het hoogtepunt daarvan is ongetwijfeld, wat Paul aangehaald heeft, de syllabus errorum geweest van 1864 van Pius de IX, die trouwens licht seniel was al op dat ogenblik. Dat heeft zich doorgezet. En eigenlijk is de uitbraak pas gekomen onder Pius de XII. Ook die wordt onderschat. Maar bijvoorbeeld, de theorie van de Big Bang bijvoorbeeld, die is hier in Leuven, ontwikkeld door Bernard Lemaître, en dat was een katholieke priester. Dus ik bedoel, er is een dichotomie ontstaan tussen katholicisme en wetenschap, die voor een stuk te verklaren is uit een regressie in het katholicisme, als reactie op de protestantse reformatie, als reactie op de verlichting. Ik denk zelf ook als dat...
ik als criticus van modernisme zou zeggen dat de katholieke kerk zelf niet onbevattelijk was voor de moderniteit zelf. Want je ziet, we kennen in de 19e eeuw, dat is een tijd van ongekende preutsheid, het victorianisme. Dat is niet alleen maar iets wat op lichamelijk gebied speelt, maar ook op geestelijk en intellectueel gebied. En we kunnen dus wat mij betreft in de moderne tijd wel zeggen dat er is wel wetenschap beoefend. En natuurlijk hebben we Descartes gehad en we hebben bepaalde filosofen gehad en we hebben uitvindingen gekregen in die eeuwen. Maar over het algemeen zou ik willen pleiten om die tijd te bezien als een, nou ja, niet als een tijd waarin nou echt vrijheid en grote intellectuele ontplooiing plaatsvindt. Sterker nog, als je Thomas van Aquino leest en je probeert te begrijpen waar hij over schrijft, dan is dat van een ongekend niveau, wat je niet bij een Hobbes, een Descartes en een Locke tegenkomt. Kijk, Locke is mooi om te lezen, maar ik vind het niveau in die vroege moderne tijd in de geesteswetenschappen überhaupt niet heel groot. En ik denk dat de katholieke kerk daar zeker onderdeel van is geweest en daar evengoed een klap van de molen heeft meegekregen. Ja. Maar afsluiten en ik ga nog één zaak zeggen daarover. Waar we terug moeten naar kijken is naar het pontificaat van Ratzinger, van Benedictus de 16e. Hij heeft vlak voordat hij paus was een artikel gepubliceerd wat helemaal de mist in gegaan is door de Schellebeeksen enzovoort. Hè. In het Concilium dacht ik dat... Nee, dat is het ander. Was een, in Communio. Waarin hij schreef dat de tragedie van onze tijd was, dat moeder en dochter van elkaar vervreemd waren. En moeder bedoelde hij mee de katholieke kerk en dochter bedoelde hij mee het moderne denken. En zijn opdracht zag hij als het wegwerken van die tegenstelling. En hij is daar, vermoed ik, in mislukt. Hij is mislukt in Regensburg toen zijn eigen theologen zich tegen hem gekeerd hebben toen hij de waarheid vertelde over de islam. En dat mocht niet. Hè. Hij heeft dan gezegd dat in het katholicisme, want dat is ook een heel belangrijk, dat daar rationeel in het christendom kan gepraat worden over God en dat dat in de islam niet mogelijk is en dat dat de dialoog zo moeilijk maakt met de islam. Er is geen rationeel debat mogelijk. En terwijl men kan eens of oneens zijn met wat de katholieke theologen beweren, maar ze redeneren rationeel. Terwijl de islamitische theologen, voor zover die bestaan, die worden alleen maar boos. Nou ja, kijk, ik denk... Anders blijf ik praten. Ja, Paul had ook een boek geschreven met een rationele imam. Nee, dat hebben we net gepresenteerd, inderdaad. Met Khalil. Dus dit... kijk, dit is de hoop hier. Khalid Ben Haddou. He, dat is de rationele moslim. En dan moet je dus een beetje hopen dat dat een beetje gaat aanslaan. Maar ik snap wel dat jullie zeggen van dat gaat niet gemakkelijk. Maar Paul, dat gaat helemaal zelf nog niet gebeuren. Kijk, maar je, zit hier, ding, je zit hier toch... een kerk heeft nog een centraal leergezag in Rome. Maar de islam heeft dat niet. Je hebt het nu over één imam waar je je hoop op vestigt. En misschien beter weten in. Maar kijk... dat is wel de vorm van religie die jij net bepleit hebt. Hè? Dat mensen voor zichzelf en misschien met hun eigen domineetje of imam kunnen uitmaken wat het ware geloof is. Kijk, en dat is natuurlijk gewoon de grote tegenspraak tussen protestantisme en ook het liberalisme, waar zoveel substromingen zijn en de islam, met de enige religie waar... wereldwijd en ook in de wereldgeschiedenis, waar een leergezag bepaalt in feite wat wel of niet wetenschappelijk waar is. Ja, zeker. Dat is een probleem. Ja. Kijk, dus ik denk dat we best genuanceerd tegen Galileo... Hoe zit het dan met de Brahman in het hindoeïsme? Nou,
Ja. Kijk, Paul, jouw probleem is. Mag geparkeerd worden hoor. Jouw probleem is überhaupt dat het christendom een element van openbarings. Of een openbaringselement in zich draagt. Als het om wetenschap gaat, denk ik dat er. Ik denk dat er eigenlijk geen wetenschappelijke waarheden geopenbaard worden. En dat wetenschappen zich moeten oriënteren op observatie en rationeel argument. Ja. En je kan dus. En dus de gedachte dat ons geopenbaard wordt. Dat de katholieke kerk daar geen enkel probleem mee heeft, om eerlijk te zijn. Ook nee, maar dat is wel een kwestie geweest van langzaam wennen. Nou ja, wat Eddie ook zegt, in de vroegmoderne eeuwen is dat zeker een probleem geweest. Maar en Bruno is verbrand. Dat was niet een 1600 was niet Campo dei Fiori. Ja, er zijn heel veel mensen verbrand, maar het is niet alleen maar... En niet alleen maar door de katholieke kerk. En niet alleen maar door de katholieke kerk. Maar het gaat erom dus... Het gaat om context steeds. De autonomie van de wetenschap. Van hieruit, van het nu, kun je natuurlijk de morele kleuterjuf spelen in een geweldloze wereld waarin zelfs een corrigerende tik al ontvoogding en uit de ouderlijke macht ontzet waar dat toe leidt. Maar dat was gewoon niet die tijd toen. Dat lijkt mij gewoon heel evident dat je wel kijkt van wat speelde er toen? Hoe ging men überhaupt met elkaar om? Hoe ging de staat om met het recht? En met dat kun je niet allemaal op het konto van de kerk schrijven. Dat is vrij makkelijk. Ja, maar er zijn toch ook wel door de hele geschiedenis heen verlichte geesten geweest die toch ook al in hun tijd dingen zagen van dat moet zo niet gebeuren. Montaigne, afkeer van wreedheid bijvoorbeeld. Hè? Dat is heel interessant. Of er zijn altijd ook wel mensen geweest, dus ook in de 16e en 17e eeuw, die hadden gedacht, daar moet de kerk en daar moet de religie buiten blijven. Je moet zich daar niet mee bezighouden. En dat is op zichzelf best goed. Dus het is dus niet zo dat we mogen ook volgens mij best een beetje met onze ogen nu kritisch kijken naar het verleden en dan ook dingen aanwijzen. Ja, maar kijk dan niet alleen naar de zijde, maar ook naar de keerzijde. Ja. Als het ene gedaan werd, wat was dan het alternatief in die tijd? Dat soort dingen is allemaal heel belangrijk om op een rijtje te zetten. En ik probeer dat in mijn boeken steeds te doen. Ja. Dus ja, ik kan begrijpen dat je vanuit een seculiere bril, hè, als je dan mijn boeken leest, dat je denkt van ja, je bent wel heel erg blij met die middeleeuwen. Ik denk dat ik daar wel redenen voor aangeef. Ik noem alleen maar op eigenlijk wat er goed ging in die tijd. En als je dan al wordt weggezet als met een roze bril naar de middeleeuwen kijken, dan vind ik dat niet helemaal terecht. Ja, maar wacht even, dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb je boek uitvoerig geprezen. Ik heb je citaten gegeven. Ja, je moet helemaal naast je schoenen hier weglopen. Als dat kan. Ik heb alleen maar je moet er ook een beetje iets zeggen van je hebt er complimenten gegeven waar gekleurde wangen van kreeg. Ja, nee, klopt. Nou, dat is goed. Ja, nou. Anderen nog? Nog opmerkingen of vragen? Andermaal. Nou, dan vond ik het heel... mag ik dat nog zeggen? Ik vond het een heel mooi gesprek dat wij gehad hebben. Ja, dank jullie wel. Heel leuk. Dank voor de organisatie. Dank ook voor de aandacht. Heel leuk. Nou, bedankt voor...